Goedemiddag, mam. Gerda. Nathalie Maas is diensthoofd van het team Ouderen en Welzijn binnen het OCMW van Hamond-Achel. Vandaag bezoekt ze Gerda en Raymond. Het koppel woont op een serviceflat. Sinds kort doen ze een beroep op hulpmiddelen die het zelfstandig wonen gemakkelijker maken. Jullie hebben intussen de rollator gezorgd. Lukt dat een beetje? Dat lukt hier prima. Het is in het begin een klein beetje vreemd omdat je... Nog wat jong ziet toch weer? Ja, je voelt je te jong. Je moet het tonen in de gemeenschap, zo gezegd. Hè. En iedereen ziet dat. En iedereen kent het en zie je al zo ver. Want dan was het alarmsysteem wel iets gemakkelijker. Hè. Dat ziet niemand dat je dat gebruikt. Nee, want... dat zien we niet. Nee. Maar daar zijn ook dingen. Het alarmsysteem is buitengewoon. Ja? Als je dat een keer gebruikt hebt, en ik heb het al 3 keer gebruikt, dan besef je pas hoe veilig dat je hier zit. Het is een gerustigheid dat er iemand komt. Hè? Je hoeft maar te drukken op de knop en dan komt er iemand even helpen. Wordt er iemand verwittigd die weet dat er bij jullie iets aan de hand is. Hè? In een zorgsituatie zijn de mensen nog dikwijls op zoek naar het ontbrekende puzzelstukje. Ze zijn dikwijls nog aan het zoeken naar de juiste dienst of de vereniging die ervoor kan zorgen dat het thuis ook nog haalbaar is voor die mensen die al ouder zijn of personen met een handicap. En natuurlijk ook voor de omgeving van die mensen. Daarom organiseert het OCMW zondag een zorgbeurs. Daar kan je kennis maken met de verschillende diensten of verenigingen. Ze zijn misschien ook voor jou het ontbrekende stukje van de puzzel. Een heel goed idee. En het is nooit verloren. Hè. Het kan vandaag niet nodig zijn, maar in de toekomst wel voor iedereen eigenlijk. Hè. Als je naar de zorgbeurs komt, breng dan een bezoek aan het vernieuwde OCMW-gebouw. Loop gerust door de vernieuwde kantoren of neem een kijkje bij de foto's van vroeger en nu.